Want uit onderzoek blijkt dat 8 van de 10 jongeren uit de leeftijdsgroep 18 tot met 34 jaar, dan ben je dus ook nog jong, van mening is dat de overheid maatregelen moet nemen om jongeren van het roken af te houden. Een van die maatregelen kan zijn speciale verkooppunten voor tabak. Dus een pakje sigaretten kan je dan niet meer halen bij de benzinepomp. En ook niet meer bij de supermarkt. Laten we eerst even kijken naar Wanda de Kanter. Zij is longarts, heeft allerlei vreselijke gevallen moeten behandelen in haar ziekenhuis. Van mensen die hebben gerookt en ondertussen zijn overleden. En dat heeft haar nu een fulltime bestrijder van het roken gemaakt. Die verkooppunten, dat is... We weten in Nederland zijn er 60.000 verkooppunten op elke straathoek, dicht bij scholen. Daar komen er de laatste jaren in Amsterdam, hebben we met Tabak Nee onze journalisten uitgezocht. Amsterdam zijn er heel veel, hè? Dus is verdrievoudigd. Elke keer als er een winkel verdwijnt, Markt met een Q wordt vervangen door AH2Go. Er zit er weer een nieuwe verkooppunt bij en dat gaat maar door. Als jij op elke straathoek dat kan kopen en zo een verslavend product, 2 op de 3 kinderen die 1 of 2 sigaretten proberen, worden dagelijkse rokers. Zou je dan willen als het gaat om die verkooppunten? Nou, wat wij het allerbelangrijkst vinden is dat er een vergunningsstelsel komt waarbij sigaretten alleen nog maar verkocht worden in kleine tabaksspeciaalzaken die niets anders verkopen dan sigaretten. Zoals het eigenlijk vroeger een beetje was. Zoals het vroeger was en dan niet op de hoek van de universiteit, op de hoek van scholen, maar gewoon op een paar en dan ontzettend veel minder. Dat er goed gecontroleerd wordt. Schrikken jullie hiervan? Ja, ik schrik er wel van. Ik weet het natuurlijk. Ik weet hoe makkelijk sigaretten gewoon bij een supermarkt te koop zijn. Maar als je erover nadenkt, is het natuurlijk heel vreemd dat bijvoorbeeld sterke drank wel gewoon in speciaalzaken moet worden verkocht. En niet over de toonbank kan gaan bij een supermarkt, maar sigaretten wel. Dus dat, terwijl ja, het me lijkt alsof dat nog veel verslavend is. Je wil weten hoe oud je bent, hè? Ja. Ja. Maar volgens mij zijn bijna alle politieke partijen en ik denk ook de jongerenorganisaties het wel met elkaar eens dat het naar de speciaalzaak moet. Hè? Zeker, ja? Zeker. Ja, volgens mij moet het gewoon de supermarkten uit. En alleen nog maar in tabakspeciaalzaken. Ja. Zo min mogelijk plekken en makkelijk aan dus de rookwaren komen. Dus vergunningstelsel. Ja. Dus geen vrije ondernemers meer. Zeg ik even tegen de JOVD. Ja, nee, ja, goed. Kijk, nogmaals, wij willen die lange termijn, die mentaliteitswijziging in gang brengen. En als je een supermarkt verkoopt naast, laat ik zeggen, de broccoli, ja, dan is het gewoon een normaal product. En dan gaat niemand ook nooit begrijpen, dit is niet een normaal product. En dit is heel slecht voor mij en voor mijn omgeving. Ja. Dus dan moet je het inderdaad een vergunningsstelsel doen, zodat de overheid ook zicht heeft van wat verkopen wij en hoe wordt het verkocht. Een vergunningsstelsel. Ik hoorde vergunning al roepen, vergunning. Ja. Ja, ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat het, dat het gedenormaliseerd wordt. En bij een supermarkt is het toch al gauw het idee dat dat een onderdeel van het dagelijks leven is, zeg maar. En daarnaast ook gewoon zo ontoegankelijker maken dan even bij je lokale supermarkt na het boodschappen doen. Ja, Tim, als je dan denkt, verkooppunt, hè? Ja, jullie zijn daar volgens mij ook hartstikke voor. Maar waar vind ik dat verkooppunt? Moet dan in iedere wijk, afhankelijk van de grootte, een paar verkooppunten zijn? Nou, ik vind wel, zolang het een legaal product is, moet het niet onmogelijk worden gemaakt om het dan te halen. Dat moet ook niet makkelijk zijn. Niet makkelijk. Maar wat houdt dat in als jij zegt niet makkelijk? Ja, goed. Dat zal in iedere wijk, wat klassificeer je ook als wijk natuurlijk. Ik heb ook nog wel eens verschillend over gedacht. Nou ja, kijk op de kaarten van Amsterdam, kijk op een kaart van Harderwijk. Ieder wijk heeft wel een naampje. Ja. Het ligt er ook aan waar de fase waar je in spreekt. Kijk, ChristenUnie wil het gefaseerd afbouwen. Dus eerst de sigarettenautomaten eruit. Dan bijvoorbeeld online aanbieden van sigaretten eruit halen. En uiteindelijk na 2030 ook het bijvoorbeeld bij de tankstations weghalen. Nou, dan spreken we na 2030. Dan kijken we hoe het met de rookcijfers ervoor staat. Nicky, moet dat niet wat sneller? Voor mij mag het prima sneller. Voor mij mag het gewoon sowieso zo snel mogelijk in speciaalzaken worden verkocht. En ja, qua bereikbaarheid van speciaals, je wilt natuurlijk niet dat het onmogelijk wordt gemaakt als het nog gewoon legaal is. Want dat spreekt elkaar tegen. Dus ik zou ze natuurlijk niet op elke straat hoeven willen. Maar... Nee, je zei ook al in het filmpje, hè? Er zijn bijvoorbeeld supermarkten die dan heel graag bij een hogeschool of bij een universiteit
graag een verkooppunt ook van tabak hebben. En dan zegt de wandel de kant natuurlijk, ja, dat is niet zo slim. Nee, dat moet je natuurlijk voorkomen. Dus wij proberen er sowieso voor te zorgen dat er in het bijzijn van minderjarigen sowieso niet wordt gerookt. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen stellen dat het bijvoorbeeld niet te dicht bij scholen moet gaan zitten of iets dergelijks. Ja. Maar hoe gaan we dat in godesnaam regelen, die verkooppunten? Bij coffeeshops hebben heel veel steden daar al beleid op. Dat bijvoorbeeld binnen een straal van 500 meter van een school geen coffeeshop mag vinden. Dus ik kan mij heel goed voorstellen dat je met tabak speciaal... Neem daar een voorbeeld aan, zeg jij. Dat je daar een voorbeeld aan neemt, zeker. Ik moest eigenlijk meteen denken, als we toch drugs gaan legaliseren... dan kunnen die coffeeshops meteen en tabak en de legaliseren. Jij denkt, ik sla twee vliegen in één klap. Precies. Ik weet niet of je daar de handen voor op elkaar krijgt. En dat je dan weer juist krijgt dat je van de sigaret heel makkelijk weer naar de joint gaat. En dat je dat dan ook weer niet wil. Ik denk dus niet dat we twee ongezonde producten... dat we dan één van makkelijker beschikbaar moeten stellen. Ik wou trouwens nog zeggen, want het werd aan Nicky gevraagd. Kijk, ik legde het huidige plan uit. Ja. Daarin is het nog 2030. Van mij mag het zeker sneller. Ja, mag het sneller? Ja, mag voor mij sneller. Ik vraag me af waarom het nog niet geregeld is. Iedereen zo voor is. Is de tabakslobby toch zo sterk? Wat dacht je van de lobby van de supermarkten? Of van de supermarkt, inderdaad. Alleen de Lidl heeft zijn nek uitgestoken. Hè? En Albert Heijn, daar hebben we op een van de webinars ook een filmpje laten zien. Die hadden het over een heel mooi level playing field en verdienmodel. En ook voor tankstations is het natuurlijk een verdienmodel. Dus ja, die moet ik kennelijk even nu iets anders verzinnen. En je gaat natuurlijk niet meteen brood erover doen. Nou, en vergeet ook niet, er is nog helaas wel heel veel vraag naar sigaretten. En wat je niet wil, is dat je straks een soort illegale handel krijgt... in sigaretten met alle criminaliteit die daar ook weer achter zit van dien natuurlijk. Dus je moet wel een beetje ook wel meebalanceren met de vraag, denk ik. Maar Hielke, ik hoorde net al online verkopen. Hè? Als je kiest voor een verkooppunt, betekent dat dan in jouw ogen ook dat je meteen stopt met online verkopen? Ik vind de burgemeester van Rotterdam heeft daar wel eens heel wat zinnige dingen over gezegd op het gebied van coffeeshops. Die zegt dan, ja, als we dat dan toch gaan reguleren, stop dan al die coffeeshops en doe dat alleen nog maar online. Want juist ook rondom dat soort zaken zie je dat er heel veel andere criminaliteit en heel veel andere ellende ook bij komt. Dus misschien, als je dan toch naar een speciale plek wil, moet je dat juist niet meer doen in het straatbeeld, maar alleen nog juist via internet. Dat zou juist ook een hele goede optie kunnen zijn. Ja. Maar als het gaat om de manier waarop we dat nu doen, hè, die verkooppunten... ben ik toch wel even nog benieuwd naar jullie mening hoe snel we dat moeten invoeren. Want 2030 is genoemd. Als je de kabinetsbrief leest over die verkooppunten en het preventieakkoord... staat er ook heel duidelijk in, online moet ook verboden worden. Wat mag er nou straks in dat verkooppunt in jullie ogen verkocht worden? Nou, wat wij vinden is dus sowieso de sigaretten. En ook de e-sigaret, die kan dan gewoon bij hetzelfde verkooppunt blijven. Dus niet een speciale zaak voor de e-sigaret? Nee, dat zou ik echt bij elkaar houden. Ook gewoon om te laten zien, de e-sigaretten zijn niet minder schadelijk of minder verslavend. En dat gewoon echt bij elkaar zetten, zodat het duidelijk is dat het echt een risico is. En dan zou ik zeggen, schrijf zo snel mogelijk nu bij gemeentes de vergunning uit. Zorg ervoor dat er ondernemers zijn die dat willen doen. En voer het zo snel mogelijk in. Ik bedoel, ik begrijp ook wel dat je nu zegt, morgen is dat er dan geen bedrijven zijn die dat verkopen. En dat is natuurlijk een probleem. Maar ik zie echt geen enkele reden om daar mee te wachten tot 2030. Ja, maar het kabinet heeft in de brief gezegd, na 2030 gaan we de verkoop langzaam afbouwen en de verkooppunten starten. Maar ik proef bij jullie, dat duurt te lang? Ik denk dat wel. Kijk, als je nu gaat zeggen inderdaad van supermarkten doet niet, dan gaat er wel een andere onderneming weer inspringen. Dus je moet het wel aan banden leggen door dan met vergunningen te gaan beginnen. Zodat je echt kan controleren hoeveel vergunningen je uitdeelt. Want anders gaan er gewoon andere ondernemingen in dat gat springen. En die gaan er dan aan verdienen. Kijk, je zal het wel natuurlijk iets minderen. Aan die vergunning moet je aan allerlei eisen voldoen. Hè? Ja, precies. En dan wordt het dus minder makkelijk. Maar dan kan je ook zeggen hoeveel vergunningen deel ik uit. Ja. Bart die vraagt heel goed om te horen dat de JOVD voor verdergaande maatregelen staat dan de VVD. Dat gebeurt vaker, Bart. Hoe gaat de JOVD haar standpunten overbrengen aan de VVD? En hoe open staat de partij voor input van de jongeren? Ja. Kan je dat... Ten eerste een heel goed punt natuurlijk. Want ik hoorde Tim bijvoorbeeld al zeggen, ChristenUnie. Ja, ik zou niet zo gauw de VVD in mijn mond nemen. Als laatste onafhankelijke politieke jongerenorganisatie, denk ik. maar ja, goed, kijk, wij proberen ook gewoon door middel van gewoon het publiceren van stukken... of inderdaad door lobby bij Kamerleden ook gewoon dit onder de aandacht te brengen. En te zorgen dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd wordt wat wij zo graag willen. Ja. Dus jullie lobbyen er wel voor binnen de VVD?
Ja, zeker. Maar het is natuurlijk, wij zijn wel politiek onafhankelijk. Dus wij maken daar niet politiek de dienst uit. Maar we proberen natuurlijk wel gewoon... Ja, maar meestal van jullie zijn ook allemaal lid van de VVD. Dus dan kan je Dat hoeft niet. Maar je kan toch ook wel je... je wilt toch ook je stempel drukken op de samenleving? Als zeker, dat kan, maar dat kan ook via een D66 bijvoorbeeld. Je belt toch gewoon een keer je oud-voorzitter op. Hé, Mark Rutte, luister, stop nou eens met die sigaretten. Ja, dat zou zeker kunnen. Maar ja, ik ga je dat doen? Nou, ik denk dat hij wel iets anders aan zijn hoofd heeft nu. Maar het punt is eigenlijk, wij zijn helemaal wie weet trekt hij er stemmen mee? Wij zijn een grote liberale familie. Dus het kan ook via D66 of GroenLinks. Dus het kan allemaal bij ons. Ja.